met de supporters. Voornamelijk in tribune J, in tribune K, in de offside en in extra time schenkt onze voorzitter Jan Kallewaar elk 2 graden te water. Dat betekent 8 graden in totaal. Dus aan de opgaan van tribune J, achter tribune K, de offside en extra time. Telkens meegaan water, wie de schoen werd door onze voorzitter Jan Kallewaar. Dank u wel, voorzitter. Thank you.
Lucas van Eden, jullie winnen play-off 3. Je speelt zelf een heel goede wedstrijd. Jullie moeten opgelucht zijn. Ja, ik denk inderdaad dat we opgelucht zijn, maar we zijn nog maar half weg ook. Hè. Dus ja, ik denk heel blij dat het al zo rap afgelopen is, play-off 3. En nu is de volle focus naar de eindronde, hè, want het zal ook geen makkelijke opdracht zijn. De eindronde begint pas op 4 mei, er zitten 3 weken tussen. Zie je dat als een nadeel of zou je liever zelf wedstrijden spelen? Ja, ik weet niet goed. Ja. Het is wel eens leuk als je een vrij weekend hebt. Natuurlijk, ja, voor het ritme misschien minder, maar ik denk dat er sowieso al geladen matchen zijn en dat iedereen gewoon tot het uiterste gaat. Dus ik weet niet als het veel verschil gaat maken. Misschien gaan we juist frisser zijn. Dat kan ook. Dus, ja. Je hebt het zelf al meegemaakt met cerkelen. Wat is nu moeilijker, die eindronde of de play-off 3 die we net hebben meegemaakt eigenlijk? Ja, ik denk dat alle twee even moeilijk is. Het is niet echt, ja, je kunt het niet vergelijken met elkaar, want het scheelt het tegen dezelfde ploeg nu. Maar ja, ik denk dit jaar ook dat de eindronde iets moeilijker gaat zijn, omdat de ploegen die willen overgaan toch ook al sterker zijn dan vorig jaar. Ja. Zijn jullie al bezig met de tegenstanders? Want Eupen wint bijvoorbeeld gisteren 0-3 op Staaien. Nee, ik denk niet dat we daar al mee bezig geweest zijn, omdat ook, ja, ik denk dat we met respect voor Bergen ook moeten... dat we Bergen ook moeten respecteren en het was zeker ook een goede ploeg. En ja, zolang of dat het niet gespeeld was, moeten we niet verder kijken. Ik denk dat we hebben nu toch 3 weken dat we genoeg tijd gaan hebben om elke tegenstander wel eens te analyseren. Dus, ja. Okay, Lucas van Eden, bedankt en veel succes ermee. Geen probleem. Ivan Leko, you win play of 3, you must be happy coach. Yeah, I'm very happy. Not only because that we won play of 3, I'm happy of the way how we won it. On the way how my team played, not only tonight. All games until I came from the moment that I came here. Every training what we did until from the moment that I came here. That this is the reason why what makes me happy. Yeah, you said last week it would be the best preparation ever. Did you see it on the pitch today? Yeah, I saw great game. This was great game of my team. First until red card of Mons, and then after this was what I want to see. Now you have 3 weeks until the playoffs against second division. Do you see this as an advantage or do you rather see them play games? I believe that everything what happens to us is advantage. So I think it's only what you think in your, what you feel in your head. If you can want to find excuses, alibis, you can find it every moment. But I see everything what happens with us like our advantage, and I'm very glad to have 3 weeks. To prepare the team on the best way and also to prepare myself because until this moment I was focused only on Mons Bergen because I knew it that they have a lot of quality that we need to be focused until last second. So you didn't scout any potential opponents like Eupen, Sint-Truiden? Me personally no, but we have a very great, very good the scout service that they are doing. They do last two months scouting of second division, and I cannot wait to tomorrow to receive all the reports from the games, because also what I want to know everything and I want to see as much as possible also. Okay, Van Leeuwen, thank you very much. Thank you. Goedenavond, welkom op de persconferentie na OHL Bergen, eindstand 2-0. Play of 3 zit erop. OHL kan zich klaarmaken voor de eindronde met de tweede klasse Bergen degradeert. Meneer Janewski, welkom. Ik wil graag vragen uw mening en analyse van je wedstrijd. Oké, eerst en vooral het proficiat aan Lumen. Maar het tweede, ik kan zeggen dat ik ben veel ontgoocheld, omdat dat is een grote ontgoocheling in mijn 19 jarige trainingscarrière. Ik heb gewerkt in verschillende ploegen en de eerste keer dat gebeurt, ja, ik heb alles gegeven. Maar vandaag als je ziet de wedstrijd, dit was de film Déjà Vu, dat was het Franse seizoen zo. In 1 minuut tijd, onnodig. We pakken 2 gele kaarten, dezelfde speler pakken 2 gele kaarten, plus de kapitein. Dezelfde vrije trap, we maken individuele fout. En dan is dus voor de rust 1-0 achter. En je weet het, dat wordt moeilijk. In de tweede half, we probeerden ook met een paar wissels iets gevallen te spelen, meer risico te nemen. Maar dat lukte niet tot 1-1 te komen. En
De pech gaat verder, dan krijg je nog penalty, dan heb je Matthijs en onze sterkhouders is gekwetst. Dus we hadden alle pech in één wedstrijd, in een wedstrijd dat was zo belangrijk voor ons. Maar ik zeg nou eenmaal, dat is aan ons te weten en ik neem ook een part van verantwoordelijk, omdat ik ben daar gekomen naar het 19e speeldag. Toen ze hadden twee punten. Ik heb gezien dat deze groep zeker op de training en op de niet belangrijke wedstrijden. We hebben twee keer goede series gedaan, juist voor nieuwjaar, 10 of 15. Dan de laatste vier competities ook 9 of 12. Maar als je analyseert dat, het was altijd op niet belangrijke momenten. En we hebben veel punten verloren. Dat was tegen de ploegen, rechtstreeks concurrenten tegen ons. En zoals je ziet, ik heb drie puntjes als analyse. Dat leiderschap mankeerde in deze groep. En tweede, als we komen achterstaan, we kosten niet terugknokken. Derde, het was dat we hebben in de ganse seizoen vier keer nul gehouden. En dat zeg je genoeg. Ja, de kogel is helaas Zuiderkerk, het wordt helaas tweede klasse. Dan zal waarschijnlijk opnieuw moeten opgebouwd worden. Gaat dat met Zedemirjanevski zijn of niet? Oké, ik heb toen getekend voor één jaar tot einde van het seizoen. Ik heb, ik denk tot nu toe, tot vandaag, alles gegeven voor mijzelf. Ik heb mijn stijl van de training en mijn visie. En overal hoekte, behalve hier. Dus we moeten iedereen in een vraag stellen. Zelf uit de bestuurkamer, spelersgroep. En ik zeg nou, en de part van mij in de laatste vijf maanden. Dus ik geloof je nog altijd dat ik heb alles gegeven. En dan heb ik een trainer dat eerlijk gezegd voor de eerste klas. Ondanks dat hoekte dat niet met ons. Ja. In ieder geval wat de toekomst voor jou opbrengt bij het CRS. Oké, op dit moment heb ik gezegd, ik heb contract tot de 13 juni, ik zal professioneel gedragen tot de laatste moment. Dus nu, na deze weekend, we zullen praten met het bestuur en dan hoe zie je wel. Oké, bedankt in ieder geval. Ivan, deel 1 van de operatie redding is goed afgelopen. Dat moet vertrouwen geven voor de eindronde. Maar look, the thing is that we took 7 of 9 in first three games against Mons, against one team who for sure don't deserve to go to second division. When you see the quality of their players, of quality of their coach, quality with the tradition of what they have. For me, this is for sure club for first division. But in football, there is no emotion. After 8 months, you are where you are. And we started this playoff three, knowing that it will be difficult, that we have quality, we have enough confidence, that we are a better team. But also, you need to have mentality, you need to have winner spirit. And this group showed to me in every training, in every game, until now that this group is fantastic. That they have something that they believe that only we are team, we can success, we can make success, and we show it tonight also that we were strong. We knew it what we played. Everybody gave everything for the team, and I'm really happy man to have 22, 23 players with. Such mentality, with such a quality, but now we made 10%. When I came here, I said that what I want, that my team is strong, that my team is difficult to beat, and this is what I have. But now it's other competition. It will be we against. It will be three teams from second division who used to win every week, every weekend. And this is something else. But
I have enough confidence and that we will be ready mentally, physically and everything to give on for our first game there who start that. Because only like this we have chance. Now it's 25% for each team. But what important is that when we train, we give everything. When we celebrate, we will give everything. Now the players deserve 2 days free. And then from Tuesday, only thing what I will think is how to prepare the team for playoff three. For playoff this week. Owen, je hebt nu 3 weken voorbereiding. Is dat een voordeel of een nadeel? Want we zitten nu een beetje in een positieve flow eindelijk. En nu wordt die overbroken. I believe this is advantage. Because from respect of Mons, I didn't watch any game in second division because I knew it in football that you need to focus only on your first game. And I knew it that in football, one action, not one game, can change everything. So my only focus was Mons, Bergen. And from tomorrow, then we will think differently. And I didn't want to play fourth game there because then is different situation. And I wanted to win in three. My players knows that, and now we have like club 3 weeks to do everything to make atmosphere what we have every weekend here when we play home. Because when you see the people, the supporters, what atmosphere they made it 2 times in a row playing. When you play against same team is difficult. My father don't want to come to watch because it's boring. But here the people, they are fantastic, and we have respect, obligation, and everything to give everything for them. We can now together with them, together with everybody in the club, to create one atmosphere that we want to be the winner of next playoff. Okay, thank you, Ivan. Wij gaan alvast genieten van deze overwinning, en we zien elkaar terug vanaf 4 mei voor de eindronde met de tweede klassers. Bedankt.